En hallo iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op Boggle Gameplay. Ik ben Tom en vandaag gaan we verder met een nieuwe aflevering van Portal 2. Dus dat gaan we vandaag eventjes doen. Zoals jullie misschien was opgevallen wat ik op Twitter heb gezegd en in de laatste beschrijving heb gezet van de laatste video. Was ik laat, ja, ik was eventjes een beetje ziekjes. Dat kan zo wel eens gebeuren en ja, als ik een beetje ziekjes ben, dan is mijn... Is nou niet echt, dat is niet de perfecte tijd om een video te gaan op te nemen. Dus vandaar waren er daarom even de laatste drie. Nee, het eigenlijk twee dagen waren er geen video's online. Want ja, die ene dag had ik gewoon nog die bones online gegooid. Die had ik nog opgenomen. Voor de rest had ik helemaal niks. Het spijt mij daarvoor. Ik weet nog niet of ik daar nog iets voor terug ga doen, laten we zeggen. Door alles nog kort in te halen. Ik denk het eigenlijk niet, maar ik moet even kijken hoe dat zit. In ieder geval, wij gaan gewoon deze aflevering Portal spelen, zoals gewoonlijk een Portal aflevering. Ik moet iets met springen en dan ergens een portal plaatsen. Aha. Wat is dat? Ja, maar even goed. Oké. Even bedoelen, wat gaan we hier precies doen? Oh, we moeten zo waarschijnlijk daarin. Ja, ik snap het eigenlijk niet wat ik daaraan heb. Oh, daar moet ik iets doen. Oh, En kan ik nu ergens iets doen ofzo? Moet ik nu een poort opnaast ofzo? Dus nou, stel ik daar de poort opnaast. Dat schiet dus niet echt op. Ik moet daar een poort opnaasten. En dan... Ik heb eigenlijk een fout in. Ik spring zo, maar wat moet ik nou doen? Ik spring nou wel zo leuk om op te krijgen te doen, en dat is de vraag. Zo, ik spring. En... Blijft de hele tijd heel mooi omhoog gaan. Ik denk dat ik ergens nu een kaart de muur uit moet komen. Waar kan ik nu kaart de muur uit komen? Ja. Ik denk daar ergens en dan moet ik. Nu loopt hij vast. Oh nee, dat heb ik net ook een paar keer gehad. Dan loopt Portal gewoon uit het niets opeens vast. Ja, ik heb mijn computer opnieuw opgestart, maar nu doet hij het weer. En... Juist. Nu gaat hij niks doen en uiteindelijk, uit het niets, is hij gewoon helemaal weg. Ja. Juist, wat de fuck is dit? Waarom doe je dit nou, Portal? Ik wil net nu ik een video wil opnemen en een beetje lekker ruimte heen en weer springen was. Gebeurde dit? Waarom? Waarom moet het? Waarom? Vertel het mij. Oh jongens, dit gaat helemaal niet goed. Doe maar een taakbeheertje, dat kan ook wel tussendoor, hè. Ja, reageert niet. Nou, lekker beëindigen dan. Hoppa. En nu zien jullie gewoon zwart beeld. Ja, dus moet ik even snel gaan bedenken wat ik nu ga doen, want Portal doet het niet. Ja. Juist. Ik heb 4 minuutjes Portal gedaan en nu... Ik denk dat ik ga gewoon even een ander spelletje spelen, denk ik. Want ja, die gaat het toch niet meer doen. Ondertussen, nu ik een ander spel opstart... Het gaat eventjes duren dus. En ik moet ook even dit fixen, totdat ergens al zo... Nee. Beter doet hij het nu. Nou, wacht even, we moeten heel veel wachten, dan doet hij het zo wel. En dan ga ik alvast een beginnetje maken aan gewoon een serie of zo. Ik ga jullie een stukje laten zien in ieder geval van een spel die ik nog wel ga doen en die ik zelf nice vind. Even, hopelijk kan ik die nu wel zo aanpassen. Zo, ja. Oké, okay. Kijk, we hebben beeld. Jongens, we hebben beeld.
En nu doet hij het als goed is. Goed. Juist. En we hebben wild. En ja, dit is dus Just Cause 2. En daar wil ik graag een klein beginnetje dan in maken. Omdat hij doet het nu niet, dus. Maar dan mag de pret niet bederven. Wij gaan gewoon Just Cause 2. Just Cause 2. En maar net hoe je het uitspreken. En ik ben hier al een spel begonnen. Ik kan je gewoon een beetje snel, kort een beetje laten zien hoe het spel in elkaar zit. Want ik vind het persoonlijk een gruwelijk vet spel. Het heeft een beetje wat weg van GTA. Maar dan dit, ja, ik zal het even uitleggen. Dit spel, Just Cause, dat is eigenlijk, letterlijke vertaling is gewoon chaos. En het hele spel draait ook gewoon om chaos. Dus stel, die dingen. Dat ontploft. Chaos, en dan krijg je meteen punten voor. En meer punten. Hoppa. Dus dat is eigenlijk waar het hele spel om draait. Gewoon zoveel mogelijk chaos en dan kan je nieuwe missies vrijspelen. En daar gaat het eigenlijk een beetje om. Ja, op dit account heb ik het beetje al helemaal uitgespeeld. Dus ja. Meestal wat ik dan. Ik ga gewoon even ergens naartoe rijden. Denk ik even op. Oh, dat was niet de bedoeling. Zo, en dan kan ik even op het kaartje kijken. En hier is een military airport. En dan ga ik daar eventjes naartoe. Dat lijkt me toch wel interessant. Dan ga even googluren. En kijk, je hebt de grijphaak. Dat is ook ontzettend vet. Ik kan nu gewoon zo van doen. Hé, daar wil ik heen. Hoppa, en dan ben je er. Zo simpel kan het zijn. Dat vind ik, dat is ook heel vet. Dat is gewoon chill. Gewoon, dan kan je gewoon die dingen skippen. Nou, ze zeggen dat ik op 37% ben van het hele spel. Dus ja, het is ook een heel groot spel. Want ik heb het echt al lang gespeeld. En dat is een mooie motor. Dus doe je gewoon hap. Flikt van je motor, man. Mag je motor? Ik koop je motor. Dankje. En ik moet daarheen om dus bij die military airbase te komen. Dus dan gaan we daar even snel naartoe. Oh, er is heel dichtbij. Dus ik vind het jammer van Portal. Maar ik kan gewoon even een beginnetje maken in Just Cause. Is ook zeker. Dat is ook zeker niet verkeerd. Sterker nog, het is gewoon een geweldig spel. Kan ik nog meer vertellen? Wat heb ik nog iets duidelijk genoeg verteld? En dit is een motor die gaat pittig snel. Moet ik even een beetje mee oppassen. Ik moet hier gewoon tussendoor, denk ik. YOLO. Ook al kan, ja. Ik kan dat gewoon. Ik kan dat. Maar, we gaan gewoon, ik zou nog even denken aan nadenken of ik nog wat kan vertellen. Dat is zo'n state building. Als we even een mooie auto vinden, dat is een politiemotor, dat is niet zo. Dat bedoel ik eigenlijk niet. Gewoon een mooie auto, een lekker car met stevige. Oh. Sure. Ik word nu al beschoten door de politie, die mogen mij niet zo erg. Maar ja, dat mag de pret niet bederven. We zitten hier toch bij een military airbase. En daar zitten nog wat dingen die lekker aan opblazen, jongen, dat wil ik niet weten. Oh, kijk. Boom. En dat gaf me toch wel een knal. Boom. En ook een boom. En dat daar draait het hele spel om. En die is een brandweer. Oh ja, ik kan. Oh, hey. Oh ja, rotland, man. Jij ook. Ja, wat kogeltjes erbij is ook op chill. Het is een mooie helikopter, maar ik denk dat ik voor daar wellicht het geld. Ik wil geld. Jawel. Ik ben de geldwolf. Ik wil die shit. En ik ben echt wel. Oh. Ze zeggen, ze overdrijft een beetje. Dan zo echt bijna zo ben ik ook niet. Waar ligt het geld bij helemaal niemand? Dus wanneer geeft hij dat van zover aan? Dat is er nooit. Ik denk dat het geld echt nog een paar kilometer verderop ligt. En dat is gewoon een beetje een bug in het spel. Er zijn ook een paar, natuurlijk altijd een paar nadelen aan het spel. Dit wou ik er niet. Eén groot nadeel is dat je in. Op dit, deze, momenteel. Dat vliegtuig! Hou hem tegen! Nee, dat gaat niet meer lukken. Maar dus, een nadeel van het spel is dat je met een vliegtuig niet achteruit kan. Dat is eigenlijk best wel kut. Maar dat is nou gewoon eenmaal zo. En dan moet je dan maar mee dealen. En dat kan het mag de pret ook weer niet bederven. Ik pak gewoon even dit kleine vliegtuigje, want die is toch wel even. Om mee te vliegen is dit toch een chill dingetje. Stap in. En dan zit je erin. En dan is het een snel een zilverbolt. En de graphics van dit spel zijn ook best mooi. Het spel is serieus uit 2010. Kan je nagaan. Dat is best al wel een lange tijdje, de 4 jaar. Nou, iets minder, want het zal waarschijnlijk niet meteen in 2010 uitgekomen zijn. Maar
Ja, ik vind het persoonlijk een gruwelijk vet spel. En er zijn ook allemaal missies en dan een hele storyline zit hierin. Maar die heb ik dus al helemaal uitgespeeld. En ja, dat kan ik nu niet meer laten zien. Maar hier ga ik dus nog een serie van doen. Dus verheug je daar alvast maar op als je dit vet lijkt. Kijk, had het daar een vuurtoren of zo? Wat is hier te doen op dit eiland? Even kijken. Oh, daar is een kistje daarbovenop. Die zie ik glinsteren. Ga ik even proberen te landen op het eiland. Waarschijnlijk gaat het gruwelijk fout en explodeer ik meteen. Dat is ook soms heel vaag. Maar als je gewoon op land landt, ook al is het gewoon, zou je er best op kunnen landen. Kan je opeens ook gewoon, ja, zoals hier ga ik waarschijnlijk crashen. Waarschijnlijk ga ik crashen. Ik weet niet zeker, maar waarschijnlijk ga ik crashen. Oh, nee. Oh, netjes. Dat heb ik serieus best netjes gedaan. Even zo staan, dan kan ik meteen opstijgen. Zo meteen. Ga ik even zo staan. En je kan dus niet achteruit. Dus dat is best wel kut. Ga ik over naar die... Wat the fuck? Ik kom even met mijn muiscursus. Heel ergens anders. Niet de bedoeling. Zo. En bovenop zitten dus wat dingen. Kijk, en dit maakt die grijphaak dus zo ontzettend chill. Gaat het lukken? Nee. Het antwoord is gewoon nee. Ik kan bij waarom doe ik zo moeilijk. Gewoon zo. Pa, dan ben je er één keer op. En dan zijn wij daarboven bij de vuurtoren aangekomen. Vehicle parts bijna. Daarmee kun je later vehicles upgraden. Dat is best wel chill. Zo. En dan zitten we weer in ons vliegtuigje bij deze. En dan vliegen wij even naar een airport. Want dat is best wel best. Zo, zoals je ziet is dit vliegtuig pittig snel en hoeft die. Heeft hij aan 100 meter wel genoeg om op te starten? Ja, ik vind het. Ik blijf het maar zeggen, ik vind het persoonlijk een vet spel. Ik heb hem zelf gekocht voor 3 euro op Steam. Als in de aanbieding doen, maar voor mij kan je hem nu ook voor een tientje halen op Steam. Ik kan hem ook proberen. Gratis te krijgen, dat kan je altijd doen, maar. Voor mij 3 euro, wat zijn die 3 euro's nou? Zo, hier zijn ook wat wolkenkrabbertjes, of in ieder geval hoge gebouwen, dat zijn ze. En ga ik eventjes tussendoor vliegen, ga ik even mijn vliegskills laten zien. Oh, nou, dit is nou ook niet moeilijk om daar tussendoor te vliegen, zeg. Even kijken, ik wil naar de... Oh ja, daar wou ik naartoe. Ik wil nu graag naar... Je hebt ook heel veel van die missies dat racen zo snel mogelijk. En dit is een vliegmissie, en die was heel moeilijk, dat kan ik nog wel herinneren. Hier is in ieder geval... Het airport, dus dan ga ik daar even naartoe. Huppakee. Daar wil ik graag naartoe. Oh, daar is een vliegtuig hier ook. What the fuck doe jij in de stad? Ho, eens even. Die gek vloog me bijna aan, man. Holy moly. Maar dus ik wil daarheen. Ik ga je even tussen die bouwen doorvliegen. YOLO. Wat heb je te verliezen? Eigenlijk je leven. Maar daar is YOLO voor. Maar er zit gewoon een helikopter daarop. Ik ga mijn skills laten zien hoe keihard onder deze brug door te vliegen. Ja, waarom niet? Gewoon onder de brug door. Huppakee, nou dat is niet zo heel moeilijk, want deze brug had niet hoog. They'll write books about all of this. Ja, daarom, tuurlijk. En toen was het gewoon weer licht. Ja, wegregen. Ik vlieg er... Oh, kijk, hier is de landingsbaan, dus gaan we hierop landen. Lijkt me toch een goed idee om op de landingsbaan te landen. Daar zijn de landingsbanen meestal voor bedoeld. Even wat afremmen, want anders gaan we zo hard en dat is niet handig. Slijt hier weer harder en dan bespaart je weer... Ja, dan bespaart je geld. In deze tijd van crisis is dat wel handig om dat te besparen. Eigenlijk is de tijd zo. Is een mooie landing, als zeg ik het zelf. En nu kunnen wij hier wel even heen. Aangezien het ding toch zo makkelijk rijdt. Hoppa. Ho, eens even. Nee, dat hoef ik niet. Doei. En zoals jullie zagen was ik er net op tijd uitgesprongen, want... Ja, nou gaf het, dat gaat me toch een knal. Dat wil je niet weten. We vliegen er een beetje op los. Dus ja, hopelijk vinden jullie deze intro van het spel leuk. Want als jullie echt alleen puur voor Portal kwamen, het spijt mij voor de zoveelste keer. Dat ligt gewoon aan het spel zelf, denk ik. Ik zal in ieder geval voor zorgen dat de volgende week wel weer een nieuwe video is van Portal. Want ik wil het spel toch een keer uitspelen. En ik weet niet precies welk spel ik daarna ga spelen, maar dit is zeker een van de kanshebbers. Als je nou denkt van... Tom, dit is echt een gruwelijk vet spel. Dit moet sowieso de opvolger van Portal worden. Laat het hier achter in de comments. Daar zijn de comments voor.
kijken of ik hier nog wat dingen kan vinden om of op te blazen of te pakken. Oh, ik ga nu al vliegen, dat vind ik een beetje overbodig. En hier is gewoon een muur. Dit is een muur en zie dat gat? Het gat daar. Die wordt nu groter. Oh, dat is een gaatje daar. En nog een gaatje. Ik ga schrijven op de muur. Dit wordt grappig. Zo. Tommer staat. Oh, die gaten die verdwijnen na een tijdje. Ik wou gewoon Tom schrijven en dan na een tijdje was het gewoon al waar die gaten van de teel weer verdwenen. Ja, ik hou hier niks zoveel aan. Oh, daar zijn dingen om op te blazen. Dat is leuk. Dat was leuk, daar hou ik van. Lekker een beetje knallen. Zo. Kijk, dat is ook een mooi glas. Jammer dat je hier niet in kan. Dat zou best wel vet zijn. Dat zijn dus weer die voordelen van GTA. Daar kan dat soort dingen meestal wel. Ja, hoppakee. Zo. Het is niet handig om er gewoon vlak naast zo'n fuel depot te staan. Als je hem wil opblazen. Weet je dat ook kan? Hoppakee. Granaatje. Kaboom. Wacht, ik had ook nog een andere... Hier, dit is ook grappig. Dit is zeker... Dit is denk ik zo'n... Oh. Die blaast zichzelf al een beetje op. Kijk. Dus ik heb nu een paar explosiefjes erop gegooid. Dus ik sta nu zo. Let op. Dat zag er gewoon zo droog uit. En dat vind ik, dat is gewoon grappig. Daar zijn meer fuel depots. Hier binnen is waarschijnlijk nog iets. Een helikopter. Kan die schieten? Voor mij wel. Dat is een helikopter die een ratenquadrato kanonnetje eronder heeft zitten. Dat weet ik wel zeker. Dat weet ik haast 100% zeker. Kijk, ja. Zie je dit? Daar komen nogal wat kogeltjes uit. Dus ik ga er even in. Oh, dit is best wel... kut opstijgen. Zo. Ik neem die barrel mee. Of wat zit er nou? Oh nee, laat maar. Dat ik gewoon zelf niet kan zien. Het gaat alweer regenen. Waarom toch? Zit u? Is er nog iets over? Straks moet er wat voor te knallen. Anders kan ik dat vliegtuigje wel pakken. Hallo vliegtuigje. Geef mij een knal. Laat je knallen. Even wachten. Even wachten jongens. Hoppa. Oh, daar zijn mensen. Jongens, jullie hebben geen... Het heeft niet zo heel veel zin om tegen een helikopter te gaan schieten. Eigenlijk dat je eigenlijk leven nog flink knap. Nu niet meer, want als je die wapens, als ze die wapens droppen, dan zijn ze meestal dood. Want anders houden ze die nog wel even vast. En ik word geschoten. Niet chill. Maar dat maakt me niet zo wel uit. Misschien gewoon deze fuel depots nog even kapot voor wat extra chaos te creëren in deze leuke wereld van Just Cause. Ik zal zo meteen. Ik zal gewoon die fuel depots heb ik al gepakt. Ik ga gewoon even als een like a boss landen op deze H voor de helikopter. Kijk, ja, doe ik dat even goed? Doe ik dat even goed, man. Ho, ze hebben gewoon precies met mijn dingen in die motherfucking H. Nou, hier staat hier. Nee, hij raakt hem niet. Kijk, hij raakt de grond niet. Ik sta goed. En alleen is dat een beetje kapot. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt gewoon helemaal niks uit. Een mooi blauw vliegtuig. Ik ga er gewoon eventjes op en dan ga ik erin. En dan ga ik naar de landingsbaan en dan ga ik wegvliegen. En als ik eenmaal ben opgestegen, dan ga ik jullie verlaten met deze grote leuke video. Die een beetje anders is dan anders. Maar ja, daar kan er sowieso een beetje van ons ook niet keert. Over dat anders dan anders is... Ik wil ook nog wel wat leuks vertellen. Ik hoor het zo even op het einde van deze video. Het vliegtuig natuurlijk best kut. Vooral, nou, de lucht valt wel mee. Maar op de grond is het best wel kut. Die bocht raken zo. Dat is gewoon niet dan. Maar over anders dan anders. Ik heb echt. Ik weet niet hoeveel ideeën. Voor. Specials. Ik heb echt. Een paar ideeën waarvan ik zelf denk. Wauw. Kan je net zo goed gewoon een sketchkanaal maken. Waar je alleen maar sketches doet. In ieder geval. Ik heb een paar. Geweldig goede ideeën voor. Ja, specials. En we gaan opstijgen. We gaan een beetje schuin. Maar dit halen we makkelijk. Kijk, we kunnen al opstijgen. Hoppa, daar gaan we dan. En we vliegen boven de zee. Wie is er met ons meegevlogen over deze oceaan? Zit jij in het vliegtuig? Laat die achter in de comments. Net zoals jij
wil dat dit de eerstvolgende game wordt die ik ga spelen op Postlot Gameplay. De specials worden fucking vet. Ik heb een fucking episch idee of die ook net zo vet worden als in mijn idee. Dat weet ik nog niet, maar zoals het er nu naar uitziet, wordt het gruwelijk. Gewoon gruwelijk. Ja. Als ik die ook ga uitvoeren, die specials, dan gaat het mij daar heel veel tijd in zitten. Net zoals ik net een nieuwe layout heb gemaakt voor Pokémon Leaf Green. Die zullen jullie de eerstvolgende aflevering zien. Dus ook ga gewoon een beetje backlash. Toch weet ik niet. Nee, hoef ik waarschijnlijk al niet uploaden. Als jullie dit gewoon helemaal tot het einde braaf hebben gekeken, dan hoef ik geen extra backlash met Tom te uploaden. Dan zit dat allemaal wel goed met, qua informatie. Ga ik een beetje verkeerd aan. Ik moet even afremmen. Zodat je een beetje al af te remmen. Want anders ga je veel te snel. Dat heb ik al vaker gezegd. Dat is gewoon. Vliegskills heb ik nodig. Ik word later piloot. Lijkt persoonlijk wel vet moeten worden. Maar ja, weet je nooit. Zo, wat een netjes landing was dat. Even uitrijden. Gewoon omdat ik kan. En weet je wat? Gewoon voor de YOLO. Ik wil weg. Ik wil hier weg. Gaat het mij lukken om weg te komen? Nee, dit gaat gruwelijk fout. Oh nee, het valt mee. Het is mij nog gelukt om weg te komen ook. Dus vond je dit een gruwelijke vette video? Geef me een like. Laat even een comment achter met de dingen die ik gevraagd heb. Dat zou ik heel fijn vinden. En dan zie je jullie de volgende keer hier als het goed is met een nieuwe, gewoon een nieuwe, ja, gewoon een nieuwe Portal serie. Als je dan niet vastloopt, want dan leek het ook niet meer. Dan weet ik het ook niet meer. Dan ga ik het in ieder geval fixen. Daar beloof ik jullie. Ik ga het fixen. Maar dus vonden jullie dit een gruwelijke vet video? Geef me dan een like. Vond je iets minder gruwelijke vet? Dan mag ook. Kan je me ook gewoon nog tegen liken. Hoe je iets gruwelijke vet voor komt te hebben. Ik ga momenteel onder heel veel brugjes door. Ja, dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Daar kan jij nog even over nadenken, kijker. Maar vond je dit een gruwelijke... Ja, dat heb ik al heel vaak gezegd. Ik moet mijn verhaal gewoon beter afmaken. Daar komt het neer. Bedankt voor het kijken. Ja, gewoon bedankt voor het kijken. En daar sluit ik deze video bij af. Dus dan zie ik jullie de volgende keer als goed met een normale video van Portal. Weet ik, ja, tot de volgende keer. Ik spring uit het vliegtuig gewoon voor de YOLO, puur daarom. Ik zie jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Dat heb ik al niet vaak genoeg gezegd, maar ik blijf gewoon zeggen. Ik ga dag zeggen voordat ik op de grond kom. Dus in ieder geval, tot de volgende keer. Dag!